Hoi allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Het is weer een mukbang, maar deze keer is het een vegan mukbang, want ik eet sinds bijna 5 weken vegan. En het valt me heel erg goed, dus ik heb sindsdien echt alsnog mega vaak sushi gegeten. Maar dan dus vegan, dus ook zonder mayonaise. En je had in mijn vlog laatst kunnen zien dat ik bij Kyoto was, op Amsterdam Centraal, die ik laatst heb leren kennen met meiden van YouTube. En sindsdien ben ik daar helemaal fan van. Dus ik ben net echt in de trein gestapt om daar sushi te gaan halen. Want ik vind het daar gewoon vet chill. Je hebt zeg maar deze box. Ik zal het even laten zien. Deze box. Dit is een crunchy uromaki met pickled. Zeg maar pickle, hoe noem je dat? Japans radijsje. Avocado en komkommer. Ze doen nu echt vet veel avocado erin. Dus dat is heel lekker. En dus zonder het sausje. Dan 3 komkommermakis. 2 tofu nigiris. En die tofu is hier mega lekker. Echt helemaal eromheen. En 2 avocado nigiris. Ik vind het trouwens ook gewoon leuk om in mijn mukbangs op verschillende plekken. Oh, die zat een wasrek. Niet meer. Om op verschillende plekken sushi te halen. Dat vind ik ook gewoon leuk voor jullie om te zien. En dan heb ik zelf nog. Dit kost dus maar 9 euro. En dan heb je ook nog miso soep bij. En een zeewiersalade. Mega chill. Zeewiersalade die hier heel lekker is. Ik vind hem niet altijd lekker namelijk, maar hier wel. En dan heb ik nog 2 keer 6 van die crunchy rolls en nog 6 avocado makkies. En dan heb ik nog van de toko zelf sojaboontjes. Die liggen bij mij gewoon in de vriezer. En ik heb trouwens net een McDonald's mukbang opgenomen. Ik wilde met Ruben een complete mukbang opnemen. Maar toen we aan het camera was en de McDonald's, het eten was niet zo lekker. En ik heb cola. En het was echt heel stom. We deden allebei echt super stom of zo. Dus ik heb hem in een vlog gezet. Dus in die vlog daarvan is iets van 10 minuten mukbang. Je krijgt hier kikkerman saus. Dat is ook wel heel erg chill. Ik ga het even bereiden. La, 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 la. Ik heb de hele dag dat liedje van blijven mij gaan niet weg. Van Maan en. Oké, we gaan beginnen. Mega lekker. Mega lekker. Lekker, lekker jongens. Ik heb zin om heel rustig te eten. Ik had het erover dat we met YouTube mij zeg maar ook het korter maken van video's. Omdat video's gewoon echt veel beter bekeken worden als je het korter doet. Dit is trouwens miso soep. Met van die zeewierbladen erin en een paar stukjes tofu. Kijk, hier heb je tofu. Maar ik ga het even drinken. Maar ik vind een mukbang toch wel leuk als hij wat langer is. Anders denk ik dan of ik ga heel weinig eten bestellen of ik ga gehaast eten. Ik bedoel, ik ben nu al best lang aan het filmen geloof ik. Ik heb pas 2 sushi's op. Super lekker. Mega zout wel. Oh, mensen ergerden zich heel erg aan dat ik het zei. Nu is het niet zo dat ik alles doe. Zeg maar van, oh jullie willen het niet ofzo. Of iemand wil het niet, dus ik doe het meteen niet meer. Maar ik ging luisteren en ik vond het zelf ook wel irritant. Dus ik zal proberen te minderen. Dit is dus zeewier. Oh, dit hoor je. Sommigen houden er wel van, anderen niet. Ik denk, je kan maar beter iets minder dat eetgeluid doen. Want het is denk ik erger als je heel erg eetgeluiden hoort en je kan er niet tegen. Dan dat je het niet hoort en je wilt heel graag, weet je. Dat is wel gewoon jammer. Toen Ruben en ik deden dat, vroeger hadden we dat heel erg. We zeiden van, jij wil dit ofzo. Of jij wil dit wel heel graag en ik wil dit echt niet. Degene die iets echt niet wil, heeft dan voorrang of zo. Ik weet niet. En dat niet willen is toch vervelender dan dat je iets wil en je krijgt het niet, zeg maar. Ik ga even kijken naar vragen. Ik zit even te denken welke zal ik nemen, want van deze heb ik er zoveel. En ik vind het zo chill dat het echt kikkerman sojasaus is. Deze sushi is zo goed. 6 voor 4,50. Als je hier een wees bestelt is het 6 voor 7,50. Dat scheelt toch wel. Even kijken. Ik wilde eigenlijk een beetje praten over vegan. Wat ik heb op mijn Instagram heb ik van die verhalen zeg maar die ik opsla. Dus ik heb ook een verhaal vegan. Maar er zat zoveel zat erin. Dat hij het begin niet meer heeft. Die staan er niet meer. Want volgens mij is er maar een max zeg maar eraan. Als je naar mijn Insta gaat. Dan zie je hier, ja, je echt, ik weet niet of je het nu goed kan zien, maar zie je heel erg wat ik allemaal heb gegeten. Maar dit is 4 weken geleden.
Dus van daarvoor, dat is er niet meer. Dat kan ik nog wel terughalen. Maar dat zie je niet meer. Hier zie ik dat ik heel lekker, ja. Ik ging volkoren. Ik ben heel erg overgestapt op volkoren eten, omdat je daar gewoon meer uithaalt. Ik deed altijd gewoon witte wraps. Wel donker brood, maar witte pasta. Ik vind gewoon lekker de witte rijst. En nu heb ik ontdekt dat volkoren pasta, als je er eenmaal aan bent, is het ook heel chill. Maar volkoren wraps met een soort van hak, zo'n zak met bonen mix. En dan vers gemaakt ook guacamole. Dat was echt heel erg lekker. En hier kwam ik achter dat ik B12 moest gaan slikken, dus dat doe ik nu. En ik heb Naomi, dat is een kijker van mij, die heeft me dat geadviseerd van, ik weet even niet meer welk merk, een soort goudpotje. En daar zit geen vulmiddel in, dus dat is beter. Drie weken geleden lekker brood met vers gemaakte guacamole en zelfgemaakte hummus. Toen ging ik naar de Ecoplaza gaan kijken wat voor vegan kaas en zo ze hadden. Die heb ik toen geproefd. Ik heb dat gefilmd, maar ik weet niet of ik het ga gebruiken. Maar ik vind het echt niet lekker. En die, oh, ik kan niet meer links. Die vegan soort van worst vind ik wel lekker. Maar je hebt heel veel zit ei in, dus dat is wel jammer. Je moet, zeg maar, in die vegetarische, je moet echt goed kijken wat vegan is. Nou, hier, dit doe ik echt nog steeds. Even kijken. Oh, hier mijn boodschappen. Oh, pardon. Terwijl het in de bodem zat, ik heel veel Alpro gehaald, kikkererwten. Toen zei ik, dit echt zoveel kilo. Met allemaal getallen, want dat is zo zwaar. Hashtag vegan, dat liet ik zien. Wat ik op de band had liggen, kokosmelk. Ik zie soja, komkommers, kikkererwten. Sinaasappelsap. En ik maak dus echt nu heel veel smoothies met spinazie. Ik vind broccol echt niet lekker. Als je het meteen drinkt, ik ga nu trouwens deze nemen. Als je het meteen drinkt, kan het. Maar ik maak het de avond ervoor. En die broccol trekt dan zo in je sap dat het echt naar, ja, ik had het naar poep. Ik weet niet, gewoon zoals poep ruikt, zo smaakt het dan gewoon echt heel goor. Wow, deze is dangerous. Kijk hoeveel avocado's erop doen bij deze tent. Oh, dit wordt echt heel mooi. Dus ik doe eigenlijk alleen maar spinazie, maar er zit ook heel veel in. Dus echt wel twee volle handen spinazie. En ik deed eerst sojamelk, maar soja is en niet zo goed voor de wereld en niet zo goed voor jezelf om te veel te eten. En de vegetarische en veganistische dingen zit zo vaak soja verwerkt. Dat ik probeer om niet soja, echt sojamelk, soja yoghurt en zo meer te doen. Want je krijgt anders veel binnen. En ik merk dat mijn buik er heel erg uitgezet van wordt. En dat ik er misschien ook wel dik van word. Ik weet niet, mocht je daar ervaring mee hebben of iets van weten, laat het me alsjeblieft weten. Auw. Mijn hersenen knakten. Dus dat probeer ik nu een beetje te mijden, want de eerste keer tijdens het begin had ik echt dat ik heel erg aankwam. En nu begin ik steeds meer een beetje mijn weg te vinden. Ik at heel veel. Ik at nooit brood, omdat ik daar een beetje dik van word. Dus toen ging ik heel veel brood eten, omdat ik niet zo goed wist wat ik anders moet eten. Eerst at ik hele bakken kikkererwten, 500 gram kikkererwten, dat was dan mijn eten voor de dag. Overdag met mijn werk. Maar daar, ja, dat klinkt misschien heel ranzig, maar daar kreeg ik gewoon, ik zal het even netjes zeggen, heel veel gasvorming van. Maar niet normaal, ik kon gewoon niet meer in. Maar ik kon gewoon niet met mijn leven, zeg maar, zo erg. De hele dag een uitgezette buik ook. Dus toen ontdekte ik dat het echt door de kikkererwten komt. Want dat zwavel of zo, dat is gewoon met bonen. Dat vind ik wel jammer, want ik vind kikkererwten heel lekker. Hummus is beter, want er zit natuurlijk er eetje minder van. Er zitten minder kikkererwten in principe. Het is niet alleen maar puur kikkererwt. Maar dat heb ik dus ook met linzen, minder. Maar dus en kikkererwten, wat je vaak eet als veganist. En soja. Dat zijn echt wel de dingen. En avocado dan nog, maar daar kan ik heel prima tegen. Wel vet, maar helemaal voedzaam. Dus dat is wel jammer als je lichaam er niet goed op reageert. Dus ja, deze week, het klinkt wel saai, maar heb ik gewoon echt zo'n pakje met van die donkere crackers. Van een bolletje of zo. Was aan mijn lunch 4 van die crackers met komkommer, zout en peper. En ik vind dat dus gewoon heel erg lekker. En ik wil namelijk ook wel afvallen. Dat is ook wel een van de redenen waarom ik het wilde proberen. Van hoe reageer ik erop? Heb ik meer energie? Hoe reageert mijn lichaam erop? Val ik af? En ik snack zoveel minder, dus ik moet wel afvallen. Aan het begin ging ik dan nog wel vegan ijs en zo. Dingetjes. Ik heb altijd, wel vanaf het begin, het klinkt als heel lang geleden, maar geprobeerd om niet dan van, oh, Oreo koekjes, weet je, dat is vegan. Dan ga ik dat kopen. Of, oh, dit is vegan. Nee, ik heb dat niet gekocht. Ik heb wel vegan chocola geprobeerd. Wat ik ook niet zo lekker vind. Dus ik eet gewoon puur. Maar van puur wil ik echt maar één blokje. Dus
Op een gegeven moment had ik elke avond één blokje chocola, maar nu echt nog maar 2 keer in de week. En ik heb al 2 weken geen vegan ijs gegeten. Ik ga trouwens, ik heb gisteren Ben & Jerry's vegan gekocht. Die ga ik in mijn vlog proeven. Dus mocht je dat willen zien, moet je het even kijken. Dus ik doe denk ik 1 keer in de week een bakje popcorn, 1 keer in de week een bakje chips. En 2 keer in de week een stukje chocola. Het is echt bizar weinig. En eerst had ik op mijn werk elke tractatie die werd uitgedeeld. Mega, mega lekker. Dus ik moet wel afvallen dan. En als ik dat dus niet doe, dacht ik van, hoe kan dat? Dus, of door brood, of door kikkererwten, of door bonen. Avocado denk ik niet, dat eet ik ook niet zoveel. Oh ja, ik doe ook, ik had deze week 2 keer een avocado in plaats van komkommer. En wat dus nu mijn key is, waardoor ik geen trek heb en heel lekker vind. Dan eet ik als tussendoortje, want ik ben dus juf. Een banaan, die dip ik in tahin, dus sesampasta. Mega lekker. En vaak na mijn werk ook nog. En ik heb echt geen trek. Ik had zelfs zeker deze week geen trek bij de lunch. Dus dat ik mijn crackers pas na mijn werk had gegeten. Dus ik ben een beetje aan het ontdekken voor mezelf. Maar heb je tips? Let me know. Het is wel zo dat ik het gewoon voor overdag heel simpel probeer te doen. En dat is gewoon soms wel eens lastig als vegan. Dus dan kom je dus uit op crackers met komkommer. Want ik wil gewoon iets dat ik gewoon niet hoef voor te bereiden, zeg maar. Dan snij ik het gewoon op mijn werk. Zelf hummus maken, zelf guacamole maken, vond ik wel echt heel leuk. Ik heb ook alweer een beetje de zin in het koken teruggevonden. Ook wel leuk. Hier had ik die kip van de vegetarische slager. Vind ik, dat is niet zo mijn ding, die namaak. Toen had ik vegan pesto gekocht, heb ik rotti gemaakt met sperziebonen en aardappelen. Hier heb ik zelf kikkererwten lopen weken een hele nacht. Nou, die rotti was gewoon lekker en die kip hoeft voor mij niet per se. Nou, hier heb ik weer vegan sushi. Die zeewier is lekker, joh. Hier heb ik vegan ijs. Had ik ook op Insta laten zien van Professor Grünschnabel. Oh ja, jullie zeewierballetjes, die heb ik nog steeds niet gegeten. Ik moet zeggen dat ik dat vegetarische gehakt heel chill vind als je bolognese saus maakt. Om dat door je saus te doen, want het is ook een soort, het bindt het een beetje. Ik had de eerste keer had ik zonder vlees gewoon alleen met courgette erbij gedaan. En toen zei Ruud van, ja, ik mis echt wel wat. Toen had ik dat vegetarische gedaan. En hij wist het. Maar hij zei, met deze... Dit vind ik tot nu toe echt het beste namaak of zo. Hij zei echt van, dit is zo chill. Het maakt je saus echt heel dik. Maar die hele avond had ik dus mega opgezette buik. En dus weer die gasvorming door soja. Dus dat is wel lastig. Ik had hummus met rotti kruiden gemaakt een keer. Daarna had ik met gegrilde paprika, echt met de blender. Met zoegedoogde tomaten, ook met de blender. Mega lekker. Maar ik plaats daar dus van heel veel op Insta. Nu vlog ik ook, dus laat ik ook wel nu wat op YouTube ervan zien. Sinds heel kort. En toen ontdekte ik, ging naar mijn werk, ging ik dus alweer 3 weken terug. Het gaat echt snel. En volkoren wraps met dan een laagje zelfgemaakte hummus. En daarop ging ik zelf paprika grillen en dat erop leggen. Dat was dan mijn lunch. Maar dat is natuurlijk wel gezond en heel vullend, maar... Daar kom je op zich wel van aan als je dat elke dag eet. En ik merkte dat ik niet eens honger had, maar dat ik zoveel zin had in die wrap. Dat ik gewoon om 9:30 al die wrap wilde eten, omdat ik er gewoon zin in had. En als ik dan crackers met komkommer mee neem, dan heb ik niet van, oh, ik heb er zoveel zin in. Nee, dan heb ik gewoon, oh, ik heb nu trek. En dan vind ik het ook oprecht lekker. Er zijn vast mensen die dan gaan zeggen van, oh, je moet jezelf niet uitrongen. Geloof me, dat doe ik echt niet. Mijn probleem is altijd dat ik te veel eet. Dus voor mij is het top. Ik geniet er echt van. Maar gek op komkommer. Volgens mij heet de vitamine zo. Zo, ik begin vol te raken. Nu al. Ik begin nu heel vaak met havermout 's ochtends. En dan kleine pauze. Soms smoothie of die banaan met tahin. Of ik ontbijt met die smoothie. Ik vind het echt moeilijk om te eten en te kletsen ofzo. Ik weet niet. Goedemorgen thee. Gedroogde fruit dingetjes en zo ook heel lekker. En die wraps waren zo lekker. Wat zeg ik hier? Oh. Hier was ik heel wittig en bleek en ik kreeg puisten. De eerste dagen had ik echt een clean huid. Toen na een paar dagen kreeg ik puisten. Toen waren ze weg en nu sinds een paar dagen weer terug. Maar ik vond die droge. Ik drink ook veel minder koffie. Want ik weet gewoon op mijn werk is er alleen echte melk. En zonder melk vind ik de koffie niet lekker. Dus neem ik het niet. En thuis probeer ik het ook niet meer te doen. Dus ik denk dat ik in de afgelopen... 5 weken, serieus, 3 keer koffie heb gedronken. Waarvan 2 keer, 1 keer bij Starbucks en 2 keer op mijn werk, zoiets.
Je kunt trouwens ook op je telefoon nu dus meekijken met die filmpjes die ik nu kijk. Laat trouwens even weten, wat doe jij nu? Ik ben echt benieuwd naar. Ik kijk nooit mukbangs terwijl ik eet, geloof ik. Nee. Maar eet je nu, of lig je in bed, of ben je net wakker of ga je slapen? Zit je in de auto, wat dan ook. Dan had ik hier blauwe bessen, bijvoorbeeld avocado, wortels. Ook wel grappig. Op mijn werk heb ik heel erg buikpijn aanvallen gehad. Ik dacht door wortels, dat was mijn conclusie. Ik heb het echt getest en mijn eigen conclusie was wortel. En nu? Geen problemen met wortel. Ik had vaak heel erg een soort spastische darmaanvallen. Nu? Eén keer gehad omdat ik heel zenuwachtig was. Verder niet. Ik ga heel goed naar de wc en zo. Heb je nestie om over te praten nu misschien? Ik kan er altijd wel tegen, maar... Vegan ijs. Oh, dat heb ik veel geplaatst. Vegetarische slagerworst. Oh ja, ik heb een vegan toko proeverij opgenomen. Mocht je die willen zien. Het is allemaal toko vegan snacks. De toko heeft mega veel veganistische dingen. Jammer is er dan zoveel palmolie in zit. Dit is dus die tofu bag. Als je dit kent, dan ken je het waarschijnlijk met zo'n klein plakje. Deze is dus dubbel, gewoon helemaal twee keer dubbel. En deze is zo zoet, het is net een oliebol. Mega lekker. Nou, fruit, volkoren pasta met vegan pesto en spinazie. Popcorn. Nou, verder moet je zelf maar kijken. Ja. Ik weet niet, ik wilde echt nog een soort van update video opnemen, maar ik vind het altijd lastig. Dus ik dacht, ik doe het in deze mukbang. En dan... Ik weet toch dat de meeste vragen zullen zijn, hoe voel je, wat eet je en ben je afgevallen? Ik heb trouwens geen weegschaal, maar ik wil binnenkort wel een aanschaffen. Ik weet namelijk wel hoeveel ik ongeveer daarvoor woog, omdat ik bij mijn ouders heb gewogen. Ik ga zo stoppen, denk ik. Ik ben best wel vol. Ik wist dat ik minder op moet nemen, maar ik vind gewoon mijn mukbang sowieso. Neem ik altijd net iets meer dan ik denk dat ik wil. Of op kan. Ik ga er aan en breien. Ik zit echt vol. Maar volg zeker mijn Instagram voor sowieso. Ik plaats er best wel veel op tegenwoordig. Dus als je van mij meer wil zien, sowieso leuk. En als je wat meer van vegan wil zien en zo, moet je het ook doen. Want ik post best wel veel. Maar ik denk dat ik een beetje moe begin te worden van het lekkere eten. Ik ga even lekker tv kijken en zo. En mijn vlogs. Ik ben dus weer begonnen met vloggen. Dus daar laat ik ook altijd best wel veel van zien. Het is heel erg leuk als je mij op beide volgt. Of wil volgen of gaat volgen. Dan kan je onder abonneren. Nou, mocht jij... iets weten van vegan dingen die ik niet heb genoemd, die goed voor me zijn of juist niet, laat het me even weten. Of ik trouwens voor altijd vegan blijf, nee, dat denk ik echt niet. Ik dacht eigenlijk na een maand stop ik, maar het gaat prima, het gaat makkelijk, ik heb geen moeite, dus ik ga nog door. Ik moet wel zeggen dat als ik het zelf doe, vind ik het makkelijk, thuis en zo, maar buiten de deur vind ik het echt oprecht wel heel lastig. Vaak komt het toch neer op een patatje ketchup of zo. Maar wat ik zelf wilde is vegetarisch eten, omdat ik gewoon heel erg tegen dierenleed echt ben. Als in, ik wil niet dat een koe... bijvoorbeeld gedood is, zodat ik dat stuk vlees kan eten. Dus ik denk dat ik dat sowieso nooit meer ga eten. Maar verder, qua vis weet ik het niet. Ik dacht dat ik het heel moeilijk zou vinden. Vooral met sushi, maar het gaat best goed. Maar ik ga niks uitsluiten. Maar ik denk dat ik in ieder geval pescatariër word, maar waarschijnlijk vegetariër. En dat ik toch wel zoveel mogelijk veganistisch wil blijven eten. Want het gaat me goed af. Mocht het me echt aankomen of wat dan ook, ga ik ermee stoppen. Maar mocht ik me er echt goed bij blijven voelen, want ik voel me goed... Mocht mijn huid mooier worden, mocht ik afvallen, mocht ik gewoon alles prima en zo, dan wil ik het wel blijven doen. Maar ik wil er geen label dan aanplakken, want mocht ik een keer ergens zijn, wil ik gewoon... Laatst heb ik ook popcorn gegeten in de bio's, waarvan ik achteraf dacht, zou hier geen boter op zitten? Of laatst heb ik kauwgom gegeten en ik dacht, zit er niet gelatine in? Dat waren de enige twee dingen dat ik... Voor de rest heb ik echt supergoed, streng alles gedaan. Maar dat wil ik niet de rest van mijn leven. Plus mijn YouTube video's kan ik daardoor niet meer... altijd maken, want ik wil gewoon on-the-go video's blijven maken. Dus vegetarisch vind ik echt super makkelijk. Veganistisch wat moeilijker. Maar goed, dat was denk ik even alles wat ik over wil zeggen. Voor meer vragen laat even weten. Ik zal ze beantwoorden in mijn vlogs en waar dan ook. Of nog een video. Laat me weten wat je van mij wil zien. En laat ook even weten wat jouw favoriete vegan sushi is. Dan komen we nu naar. Nou, bedankt voor het kijken. Oh, en doe even je duimpje omhoog hè, voor deze video. Doei!